In de Dal van Toeks, vlakbij Maierhoven, het onderdeel Blij dat ik glij. Een razendsnel parcours over een afstand van 300 meter met de bel als finish. En uw gastheer is natuurlijk Jack van Gelder. Goedenavond, dames en heren, meisjes en jongens in Nederland en België. Van harte welkom bij Te Land, Ter Zee en in de Lucht. Blij dat ik glij. En we zitten in Oostenrijk, om precies te zijn in het Zielertal tussen Toeks en Maierhoven. 50 Nederlandse deelnemers zijn hier naartoe gekomen en die gaan er een spannende strijd van maken. Wie is de snelste en wie wint door originaliteitsprijs? 1500 gulden kan diegene in de wacht slepen. Volgende home video leert ons dat er natuurlijk veel gevist wordt. En Frans Hemelrijk doet vaker mee met Te Land, Ter Zee in de Lucht. Is een uitermate spontaan figuur. De mensen in Den Helder moeten heel raar hebben opgekeken van deze capriolen. Dag Frans, goede reis, op weg naar de start. En daar staat hij dan in een heel ander decor dan in Den Helder. En het ideaal was dat ze gewoon lekker in een eigen omgeving in de sneeuw konden oefenen. Want hier wordt een millimeter werk afgeleverd. Frans Hemelrijk, samen met Peter, hadden gezien dat er een aantal met name in die laatste bocht verkeerd gingen. En het lijkt wel alsof ze dat gevoel nu al een beetje in de benen hebben. Want ze gaan niet echt hard, maar ze gaan nu toch ongemerkt een enige vaart krijgen. En daar gaat het mis. Ja, het is toch een beetje de angst. Robin Kemper is vertegenwoordiger. En hij hoopt heel goed naar beneden te komen. Het ziet er heel goed uit. En hij pakt die eerste gevaarlijke bocht heel goed. Hij snijdt er goed doorheen. En dan zou het best eens een hele snelle tijd kunnen worden. Het krijgt natuurlijk verschrikkelijk veel vaart. Het kan ook redelijk goed sturen natuurlijk. Alhoewel die ski enigszins licht lijkt te zijn voor de wat zwaardere carrosserie. 24-64-honderdste. Als hij het nu pakt, dan gaat hij het redden. Voor 24-64-honderdste nog 2-3 seconden. En het is... Die Roy. En die gaat ervoor. Hij is skileraar geweest. En hij durft snelheid te maken. Dat blijkt ook meteen. Hij zit vrij laag bij de grond. En dan ook nog mooi naar beneden. Deze brommer op skis. En achter hem wordt een beetje gecorrigeerd zo nu en dan om goed in de bocht te leggen. De ideale lijn wordt gehouden. En kijk eens wat een tijd. 14.77 wordt verbeterd. 12.48. Oh, dat heeft heel veel fout. Ai, ai, een stuurfout. Originele stuurfout. Kijk nog eens. En die bopt meteen op Annie, hè? Mondriaan als inspiratiebron. En daarmee willen Hans de Rijk en Peter Brouwer goed van de helling afkomen. Klaar. Het materiaal, zeiden ze, is recyclebaar. Dus nogmaals te gebruiken. Kijken of dat op geld doet. Het gaat heel hard. En het gaat tot nu toe heel goed. Het is heel belangrijk dus om het midden van die baan te houden. Nu goed aansturen. Erwin Strieken heeft het goed laten zien. Dat doet hij voortreffelijk. En we gaan weer op weg naar een goede... Ai, 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 ai. Oeh, drie keer stuiteren mag, zou je zeggen. Kijk eens. Oh, die komt los. En dan... Ah, maar het loopt wel goed af. Jan Klaassen was trompetter. Vier volle weken zijn ze bezig geweest met het maken van deze trompet. Vier makker uit Schiedam. En nu hebben ze de mogelijkheid om niet alleen te zien hoe mooi het is, maar ook een goede tijd neer te zetten. Want het gaat zeer goed en heel erg mooi, ook door die bocht. Blijkt dus steeds dat als je daar doorheen gaat, dat het daar fout gaat. Want dat is nu de tweede keer achter elkaar. Je moet dus niet alleen goed door die eerste bocht zien te komen, maar dan meteen weer terug te sturen. Want anders gaat het daar mis. En dat is jammer. Hoe oud zijn jullie nou precies? 60. Jullie zitten erbij alsof je een soort tweeslachtige houding hebt. Het is een schildpad en een haas, snelheid en een beetje traagheid. Wat wordt het? Ja, we, van tevoren wisten we niet of het snel naar beneden zou gaan of langzaam. Het gaat snel hoor, kan ik je zeggen. Dat hebben we gezien, ja. Deelnemers. Arthur en Henry staan klaar. De fiets van oma, het overige materiaal is van papier maché, karton, hout en peurschuim. En nu maar eens kijken hoe dit zich... Ai! Binnenkant paal zou je bijna zeggen. Ja, wordt maar even. Ik word al moe als ik er naar kijk, want ze blijven me bezig. Het is een absolute topprestatie om zo bezig te zijn. En wat wordt er nou uiteindelijk? Het wordt een Gasthof. Een Gasthof der Bierkrug. Zo hebben ze het zelf genoemd. En ja, dit is toch schitterend. Gasthof, klaar?